Ik ben Sumeet Rambali. Ik zwem, dat is mijn sport, en ik ga nog naar school. Ik ben begonnen toen ik 5 jaar was en het is in feite gewoon begonnen met dat elk kind moet leren zwemmen. En toen ben ik dus doorgegaan tot de dag van vandaag, want ik vond het leuk en dus daar ben ik gewoon doorgegaan. School en sport is voor mij heel moeilijk te combineren op een hoog niveau. Want nu moet ik naar school gaan en ik moet ook zwemmen. Dus ik heb voor mezelf, je moet uitmaken wat belangrijker is en dan moet je gewoon een keus maken. Want beide lukt bijna niet. Het is echt moeilijk. Ik vind dat niet. Ik vind niet dat de Surinaamse scholen rekening houden met onze sport. Want ze passen zich gewoon niet toe. Ze passen zich niet aan toe aan je sport. Ze houden geen rekening met je. Dus als je bijvoorbeeld zeg maar een dagje laat komt op school en zo en je zegt ze van ik ben gaan zwemmen in de ochtend, zeggen ze gewoon van ja, dat is jouw probleem of dat is jouw. Je hebt arte, hobby of zo. Ze passen zich niet echt aan jou toe. Ik ben zeer zeker van dat ik zo beter zou worden als de scholen rekening met me zouden houden. Met onze sport dan in Suriname. Dus het sportniveau van Suriname zou direct omhoog gaan. Want dan hebben de leerlingen van Suriname de gelegenheid om hun sport uit te oefenen. En de school houdt daarbij ook rekening mee. Wat een van de. De meeste mensen hebben daarmee een probleem mee. Van ja, ik kan niet gaan trainen, want ik heb schoolwerk of ik moet naar school of iets dergelijks met de school. Dus als ze zich zouden aanpassen, dat zou een hele grote vooruitgang zijn voor de sport in Suriname. Dat was een van de grootste levenservaringen van mij toen ik een beurs had gehad. Ik was voor bijna een jaar naar Amerika geweest. In feite was het doel om daar te blijven, om naar school te gaan en om te zwemmen daar. Maar door een paar misverstanden moest ik na bijna een jaar moest ik terugkomen naar Suriname. Maar het was een hele goede ervaring. Ik heb het ook kunnen vergelijken. En ja, dus daarom toen ik hier was gekomen en toen ik op de VO-school ben gekomen. Was het wel toch wel zwaar om te combineren. Als je terugkomt, dan wil je altijd precies zo doorgaan of hoger. Dus wat ik heb gedaan, ik kan niet alleen gaan trainen. Dat is, je kan het wel doen, maar het is veel zwaarder dan als je met je teamgenoten traint. En ja, om eerlijk te zeggen was het niveau in Suriname natuurlijk niet zo hoog als in Amerika. Daarom ben ik in feite gegaan naar Amerika. Dat het niveau daar hoger is. En toen ik hier ben gekomen, dan probeer je altijd om zo door te gaan om hetzelfde niveau te zwemmen. Maar ja, je krijgt van alle kanten tegenslagen. Je moet alleen gaan trainen. Je moet allerlei dingen die je hier niet kan doen, kan je daar wel doen. Dus dat soort kleine dingetjes spelen een grote rol. In Amerika was het 's morgens trainen van 5 tot 7. Half 8 naar school gaan tot 2:30 in de middag. En dan ben je 3 uur thuis en dan moet je 3 uur weer direct gaan trainen. 3 uur tot bijna 6 uur, 5:30. Dan train je direct, dan ga je in de gym. En dan ben je voor de dag in feite pas 7 uur echt thuis. 7 uur ben je voor de dag thuis, dan heb je pas wat je tijd om aan je schoolwerk te besteden. Maar daar had je niet echt veel schoolwerk, dat is het punt juist. Daar heb je niet veel huiswerk om te doen. In Suriname ziet het heel anders uit. Toen ik terugkwam was het om en bij even zo, want dan had ik het niet zo saai aan school. Dus daar ging ik 's morgens trainen. Oké, de school was ietsje korter, maar het verschil van Suriname is dat je hier veel huiswerk krijgt. Heel veel huiswerk. Als je van de school komt moet je even slapen. In deze hitte nog erbij even slapen. Opstaan, schoolwerk doen en de middag weer trainen. En als je thuis komt, 's avonds weer even studeren en dan gaan slapen. Een van de dieptepunten was toen ik terug was gekeerd. Dat was
echt dan in feite is daardoor mijn doel verstoord geraakt. En ja, dat was het ergste. Dat is. Maar ik ben toch eroverheen gekomen. Ik heb toch ingezien dat de beste keuze voor mij was. Dan, ja, dus ik had er niet echt spijt van. Maar ik heb tenminste die ervaring gehad en daarom was ik echt blij daar. Mijn doel is Ian Torp. Hij is ook een rugslagzwemmer. En ja, ik kijk vaak naar zijn films, zijn trainingen. Dus hij is mijn idool. Mijn boodschap naar de Surinaamse jongeren is dat ze een sport moeten doen. Dat is in feite. Het is heel goed om gewoon een sport uit te oefenen. Het maakt niet uit wat. Zolang je het leuk vindt, dan moet je het gewoon doen en je moet doorgaan ermee. Doorgaan ermee, want kijk, net als voor mij, ik heb gekozen voor mijn school. Voor mijn zwemmen kunnen zij, voor het zwemmen kiezen. Voor het sport kiezen dan. En dat zou ook goed kunnen aflopen. Kijk naar Anthony Nesty bijvoorbeeld, zijn ook goede Surinaamse zwemmers. Dus ze moeten aan een sport doen en ze gaan voor zichzelf een keus maken of ze door moeten gaan of niet. Het was van Guyana. Ik heb een grote wedstrijd, Miyaj, 2007. Dit is van een van die zwemmarathons. En ja, de rest zijn ook van gewoon nationaal in Suriname. Dit was van één wedstrijd. Dit was van Anthony Nesty kampioenschap in Suriname, januari. Dit was van Leo van Ilenskeer.